Hoi allemaal, vandaag wil ik een dupe aan jullie laten zien. Tenminste, ik hoop dat het een dupe is. Ik zat laatst een YouTube filmpje te kijken van iCoverDee. En zij, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar zij had het over een dupe van mijn favoriete Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. En dit is eigenlijk een van mijn favoriete, foundation is niet het goede woord, maar producten voor op mijn gezicht. Als ik voor een natuurlijke look wil gaan, niet al te veel poespas, lekker snel. Als mijn huid er sowieso wel oké uitziet, maar gewoon net even dat beetje extra nodig heeft, dan pak ik altijd deze. Dit is mijn tweede tube en die is al bijna op. Maar als de mijne gebruik ik nog vaker, maar hij is vrij duur. Dus toen zij kwam met een dupe, dan dacht ik... Oh. Maar het bleek dat ik de dupe al in huis had. Dat is namelijk deze, de Bourjois City Radiance. En... ik snap wel wat ze bedoelt, maar juist wat ik fijn vind aan deze, heeft deze voor mij niet. Nou denk je, waar gaat het filmpje dan heen? Hierheen, naar deze van de Ethos. Ik zou zeggen, dit zou in ieder geval een dupe van elkaar moeten zijn. Maar deze heeft eigenlijk, zoals ik hem gisteren op mijn hand heb getest, dus nog niet op mijn gezicht, maar dat gaan we zo doen. Zoals ik op mijn hand test, is deze precies wat deze heeft... plus wat deze heeft. En dan maakt het zeg maar juist wat ik fijn vind aan deze heeft deze. Snap je hem nog? In ieder geval, laten we gewoon beginnen met wat is het? Nou, dit is dus een tinted hydrating gel cream. Dus hij is heel licht. Hij is inderdaad, hij geeft een beetje hij heeft een klein beetje de kleur van foundation. Hij hydrateert en hij geeft een prachtige glow aan je gezicht. En hij is juist heel dun, dus je hoeft hem bijna niet te blenden. Hij verdwijnt echt in je huid. Ik heb hier de kleur 05 Natural van. Maar ik denk dat ik ook met een 04 of een 06 zeg maar, zou kunnen. Omdat hij zo verdwijnt in je huid, zeg maar. Weet ik niet helemaal zeker hoor, of dat met de kleur ook daadwerkelijk zo is. Maar in ieder geval zo subtiel is hij. Maar hij doet wel degelijk wat. Het is niet zo dat hij zo subtiel is dat je niet merkt of dat er gewoon niks gebeurt. Daarom heb ik trouwens ook nog een blote billen gezicht. Ik heb wel mascara op en mijn wenkbrauw gedaan, maar that's it. Maar het leek mij gewoon leuk om aan de ene kant van mijn gezicht deze te doen. En aan de andere kant deze. En dan te zien welke of deze een geschikte dupe is. Nou, dit is de Ethos CC Radiance Cream. Color Correcting Radiance Boosting. En de CC Radiance Cream is the perfect solution for a dull and pale looking skin. Creates a natural and luminous look. Blemish Balm Complex improves the skin tone and light reflective pigments create an optical anti-rinkle effect. Medium coverage. Nou, medium vind ik wel heel ruim gezegd. Ik zou deze light tot medium zeggen en deze zeker ook, tenminste wat ik op mijn hand zag. Ik heb hier de kleur light van en het leek me gewoon heel leuk om ze naast elkaar te gaan testen. Dus ik ga even mijn haar omhoog doen, want dat werkt nou eenmaal makkelijker. Ik heb wel een moisturizer opgedaan, maar that's it. Nou, ik breng eigenlijk altijd aan met mijn vingers. Ik begin met deze. Je hebt er ook helemaal niet veel van nodig. En je kan hem ook nog een beetje opbouwen. Nou, ik ben niet gewend om maar de helft van mijn gezicht te doen. En zeker niet als ik gewoon mascara en wenkbrauwen op heb. Dit kan je dan natuurlijk beter met een kwastje doen. Alleen, ik ben gewend zeg maar om met mijn vingers te werken. Dus ik vind het, dacht als ik dan nu met een kwastje ga werken, dan kan ik niet zeggen of die hetzelfde... Voor mijn gevoel kan ik dan niet goed zeggen of die hetzelfde doet. Maar zo komen we er ook. Een beetje een droge huid, zie ik. Ik heb nog een klein beetje nodig, want ik ben mijn kin vergeten. Om een van de reden schilfert mijn huid. Ik weet niet waarom. Dat heb ik echt... Het is ook bizar, hè? Want als ik nu een random foundation was gaan testen en mijn huid was aan schilferen, had ik echt gedacht, oké, dat ligt aan die foundation. Maar deze gebruik ik heel vaak, dus ik weet dat het daar niet aan ligt. Zoals je ziet gebeurt er niet superveel. Maar als je een beetje concealer en zo, dan je ziet denk ik wel een verschil. Maar ja, in real life is het iets aanweziger, denk ik. Nou, we gaan gewoon de andere kant doen. Nou, nog alleen weten waarom ik die schilfertjes heb. Want dat... Nou. Ik ga nu de Ethos variant doen. Dit is hem. Ik zal zo ook nog even de kleuren naast elkaar laten zien.
Hij voelt iets dikker aan. Maar wel prettig. Niet droog dik. Light is op zich een prima kleur voor mijn huid. Ik weet niet waarom mijn huid zo schilfert. Het is echt heel bizar. Ik zit ook te denken. Ik heb gisteren ook geen nieuwe... Ik heb vanmorgen sowieso geen nieuwe crème gebruikt. En gisteravond ook niet. Ook geen maskertje of zo gedaan. Geen idee. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over... in hoeverre het een dupe is. En serieus... Ik denk echt dat het een goede dupe is. Dupe. Als je dat al vaak zegt, gaat het niet goed. Oké, eventjes kijken of ik het een beetje goed geblend heb. Ik ga even mijn wenkbrauwen een beetje doorkammen. Want daar zit het nu ook allemaal in. Het is natuurlijk lastig, maar ik dacht ik doe wel alvast wat op. Anders heb ik zo'n blote billen gezicht. Nou, dit is dus de kant met de Bare Minerals. Gewoon een beetje... ja, gewoon net een beetje beter dan mijn eigen huid. En dit is de Ethos-kant. Het voelt goed, los van mijn stomme schilfers. Het trekt niet in lijntjes. Ja, laten we gewoon aan de concealer gaan. De Estée Lauder Double Wear. En dat doe ik dus wel omdat het een vrij lichte dekking heeft. Gebruik ik wel een goede concealer voor de rest, zeg maar, voor de onzuiverheden. Met mijn Zuffa Concealer Buffer. Dan de Bourjois Radiance Reveal. Nou, de concealer zit erop, dus ik laat het nog een keer zien. Nou, ik zie echt geen verschil. Nou, ik vind het echt een... Nou, ik ben hier heel blij mee. Hij zit gewoon... Het ziet er gewoon hetzelfde uit. Het voelt... Hetzelfde, heel fijn. Ik ga afpoederen met mijn Zuffa Powder Brush en mijn Hourglass Ambient Lighting Powder in Dim Light. Mijn L'Oreal Glam Bronze, die echt bijna op is. En mijn Essence Kabuki. Dan blush, de L'Oreal Le Blush in Rosy Cheeks. Ik zit ondertussen nog goed te kijken en ik zie dat hij iets droger lijkt. Oh, sorry hoor, Niels op de achtergrond. Die is even niet blij. Dat hij iets droger lijkt, maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen, omdat mijn huid dus nu ineens zo raar aan het schilferen is. Het kan ook zijn dat er gewoon toevallig net een beetje een droger plekje is. Maar verder, het ziet er gewoon... Exact hetzelfde uit. Fris, luchtig, maar wel met een mooie glow. Ja, het voelt heel prettig aan. Ik ben echt aangenaam verrast. En wat ik de laatste tijd doe is dit trucje. Ik doe fixing spray. Ik zag dit bij Masha van Beauty Gloss. En dan dep ik dat in met de Beauty Blender. En dat vind ik echt een hele fijne manier om het geel af te maken. Ik deed natuurlijk altijd al setting spray. En dan deed ik zo wappen, dan droogt het snel en dat is ook prima. Maar dit geeft net even dat mooie airbrush effect. Nou, dan zal ik ze nog even swatchen. Dan kan je nog even goed het verschil zien, voor zover dat mogelijk is. Niet in de grote klodder, want dan zie je het effect denk ik niet. Nou. Qua kleur, dit is de Bare Minerals, dit is de Ethos CC Cream. Qua kleur verschillen ze wel. Nou, dan ga ik ze uitsmeren. Als je het een beetje kunt zien. Zie je, ze zijn allebei vrij licht als je ze uitsmeert. Allebei glowy. Het is heel lastig te zien, maar ze zijn echt... Nagenoeg hetzelfde. Ze voelen hetzelfde. De kleur is dus net ietsje anders. De Ethos is net iets dichter. Maar van Ethos heb je 3 kleuren. Dus prima kleurkeuze. En dan zit het resultaat. Nou, je ziet toch echt geen verschil? Kortom, is de
Ethos CC Radiance Cream. Een goede dupe van de Bare Minerals Complexion Rescue. Absoluut, ik ben echt onder de indruk van dit product. Ik weet natuurlijk niet of het echt iets doet verder met je huid. Dat heb ik niet getest, maar in ieder geval geeft hij praktisch exact hetzelfde effect. Ik zou zeggen, deze is iets hydraterender, maar als je hier een goede voedende dagcrème onder doet, kom je er ook. Ik denk dat ik er een nieuwe favoriet bij heb. Ik ga hem zeker natuurlijk nog langer testen. Maar ik ben gewoon, ik ben hier erg over te spreken. Dus ja, ik ben hier ook blij mee. Als je net iets meer coverage wil en net iets vettere huid hebt, dan is deze misschien wat meer wat voor jou. Dit is de Bourjois City Radiance. Voor mij was hij te droog en te dik, zeg maar. Dus ik ga echt voor deze als goede dupe van deze. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jij nog een leuke of een product hebt waar je graag een dupe van zou willen, kan ik altijd proberen te gaan zoeken. Dus laat het vooral even hieronder weten in de comments. Ik kan het altijd proberen. Het is altijd wel lastig. Deze kwam ik echt bij toeval tegen. Ik ga even mijn haar los doen. Het ziet er wat anders uit. Het blijft gewoon lastig om goede dupes te vinden. Maar je merkt gewoon dat in de drogisterij steeds meer merken echt net even dat stapje extra zetten om een prachtig product te creëren. Dus ja, ik ben hier heel blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Qua prijs, ik heb het helemaal niet gezegd. Volgens mij was deze 5 euro. Maar het bonnetje zit in mijn tas. En als ik nu naar mijn tas loop, dan ziet Niels me en dan gaat hij weer huilen. Dat moeten we niet hebben. Want dan wil hij dat ik pijn ben. Dus, maar volgens mij was deze rond de 5 euro. En deze is dus rond de 30, 35 euro. Dus fijne budget variant. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je ook blij bent dat er een dupe is voor deze super fijne Complexion Rescue van Bare Minerals. Abonneer je ook als je deze video leuk vond. Dat zou ik fantastisch vinden. En dan zie je meer video's, eerste indrukken, vlogs, updates van hoe het met Niels gaat. Dus dan blijf je gewoon lekker op de hoogte van de laatste video's. En dat is gratis. Dus waarom niet? Ik zie jullie snel. Doeg!